De waarzegster in de eerste aflevering maakt ook gebruik van een glazen bol, die wel erg veel weg had van een blauw oog, en laat Fons nu blauwe ogen hebben. Ook zien we op het shirt van de Mexicanen aan de kant van de weg de tekst Topo Problems. Hierop is een molletje met een hoofddeksel te zien. En laat Fons nou in deze aflevering een soortgelijk hoofddeksel dragen. Tijdens de opdracht Niets is Iets pakt Fons de Maya sluitsteen op met het nulteken. Ja, je mag wel kijken hoeveel stenen er nog liggen. Nee, volgens mij niet. Dit terwijl deze niet verwijderd mocht worden. En om alle twijfel weg te nemen, knikt hij overduidelijk ja op de vraag van Rick. Of ben jij de mol? Wil je nog meer hints naar Fons? Kijk dan op het YouTube-kanaal.